Wow, heftig wel. Ja. Hoi, ik ben Nellie. En ik ben Bastiaan. En welkom in ons Drugslab. 2 keer per maand proberen wij verschillende soorten drugs uit om te kijken wat het doet met ons lichaam. En daarmee willen we ook het taboe rondom drugs doorbreken. Ja, en ben je nou benieuwd naar een bepaald soort drug? Laat het even weten in de comments. En misschien proberen wij dit de volgende keer wel. En voordat we beginnen aan deze vette aflevering, willen we even een shout-out naar jullie doen, omdat jullie de ondertiteling maken. En het was nog heel even spannend van of dat gaat gebeuren. Maar dat doen jullie massaal, dus dat is echt heel tof. Dankjewel. Dank jullie wel. Thanks. Ja, en jullie hebben weer massaal gereageerd onder onze video's, zoals altijd natuurlijk. En Melisje en Cookie waren heel erg benieuwd naar... de combinatie van cocaïne met alcohol. Ja, normaal gesproken zeggen we in onze video's dat je drugs niet moet combineren. Hierdoor wordt het namelijk een stuk onvoorspelbaarder en verhoog je de risico's. Maar liefst 75% combineert alcohol met coke. En dat is best wel veel, vind ik. Jazeker. Ik denk zelfs nog dat het nog hoog is, maar dat mensen het niet durven te zeggen. Ja, en we gaan de gevaren en de risico's laten zien van deze combinatie. Ja, en net zoals elke aflevering weer onder streng medisch toezicht. Ja. En jij wordt goed in de gaten gehouden. Zeker. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ja, dit is onze alcohol en zoals je ziet is het een biertje en hier zit 5% alcohol in. Wil je nou meer weten over alcohol? Klik dan even op de link hierboven. En dit is onze cocaïne en die is 81% zuiver. Nou, wil je nou meer weten over cocaïne? Klik dan even op de link hierboven. Ah ja, zowel cocaïne als alcohol hebben invloed op je coördinatievermogen en je denkvermogen. Wij gaan eerst een nulmeting doen terwijl je nog nuchter bent. We nemen de tijd op en hoe vaak je het spiraal aanraakt. Zo, ja. Yes! Teringspel zeg, Jezus. Ja, nou ja, normaal gesproken zou je nu ergens in de kroeg zitten of op een terrasje. Of in de club. Of in de club. Je gaat eerst nu een paar biertjes drinken. Ja. Binnen 10 minuten bereikt de alcohol via je bloed al de hersenen. En vanaf dan ben je ook officieel onder invloed. We wachten nog even met de cocaïne, want we gaan eerst nog wat testjes doen. Proost. Cheers. Aangeschoten hoor. Ik wil niet op schaal denken, maar ik denk dat ik nu wel op het randje zit op aangeschoten naar dronken. Oh echt? Ja. Ben je nog niet duizelig of iets? Nou ja, ik zie wel meer zo. Echt? Ja, weet je. Zo. Geloof ik echt niet meer hoor. Heb je een boertje laten? Ja, ik voel me aardig dronken. Ja, ja. Nou, je bent zeker goed aangeschoten. We gaan weer een test doen. Ja. Hetzelfde, alleen nu onder invloed van alcohol. En hoe zit het met je zelfvertrouwen? Denk je dat je het nu beter kan, slechter kan? Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Net ging het op zich wel oké, maar ik weet niet hoe dat nu gaat. Het is begin maar, ik zie het wel. Het interesseert je niet? Nee, ik zie het allemaal wel. Net als ik helemaal zenuwachtig nu. Ga maar. Kut. Ja, ja, wacht even, ik moet naar de andere kant. Wacht. Je bent wel duidelijk veel roekelozer. Kut, niet van. Vergeet steeds om adem te halen. Dat is niet handig. Ah, oké. En? 25 keer. 25? Ja. Oh, ik dacht veel minder. Ja, je merkt ook gelijk, zie je, dat je veel minder geremd bent. Ja, je bent veel roekelozer, je gaat veel sneller. En je dacht dus dat het veel minder was. Ja, ik dacht je dat het beter ging dan de vorige keer? Nou, ik dacht ongeveer 15 keer geraakt, dacht ik. Echt? Ja, serieus. Dacht je dat het net zo goed ging als vorige keer? Nou, wel iets slechter, maar niet heel veel slechter. Ja, zie je. Inschattingsvermogen is ook iets wat minder. Ja. Nou ja, dan gaan we nu combineren. Oké, we hebben hier 50 milligram cocaïne. Ja. Ik ben best wel dronken weer. Oh, best wel. Ja, hè? Ja. Ja, ik merk voel het wel heel erg. Oké, daar gaan we. Voelt het nou anders nu je er al bij gedronken hebt om het niet te doen? Zeg maar, ik bedoel, überhaupt het innemen of... Nou, ik denk wel. Toen ik hier in het lab zat en ik ook ging snuiven, dacht ik, oké, weet je, dan moet je een soort voorbereiden. Maar als je dan nu gedronken hebt, dan maakt het eigenlijk niks meer uit. Ja, en eigenlijk is dat heel erg, want je grenzen zijn dan gewoon weg, snap je? Ja. Dus dan denk je makkelijker van, hé, laat het maar gewoon doen. Ja. Dat het gewoon niets is wat je inneemt. Ja, daarom gaat de cocaïneverslaving ook vaak gepaard met een alcoholverslaving, en andersom. Omdat als je dus alcohol hebt genomen, dan triggert het zo snel van, hé, ik ga het toch weer doen. En zelfs al bedenk je van tevoren, nee, ik ga nu geen cocaïne meer doen. Op het moment van alcohol inname denk je, ach, toch maar weer. Ja, ik heb net ingenomen, maar ik heb nu voel je al gelijk zo van dat strakke, weet je wel? Dat je denkt van, oké, ik ben alert. Ja, net zei je dat je ook een beetje zo, wazig en alles wat. Is dat nu ook helderder? Nou, dat nog niet heel erg, maar ik voel wel dat er nu ook iets anders in mijn lichaam zit. Ik voel nu dus dat mijn hemel verdoopt, een soort van, weet je wel, als je hier zo overheen gaat met je tong. Okay, misschien niet heel leuk om te vertellen terwijl het nu in jouw lichaam zit, maar het moet, want het is wel belangrijk. Maar zowel cocaïne als alcohol zorgen ervoor dat je hart sneller gaat kloppen en dat je bloeddruk omhoog gaat. Dus als je die twee gaat combineren, nou ja, dan gebeurt dat natuurlijk extra. Dus ook als je bijvoorbeeld al last hebt van een slecht hart, moet je heel erg uitkijken met deze combinatie. Maar ook überhaupt, omdat het allebei zo extra toeneemt, dat het kan leiden tot een hartaanval of een hartstilstand. Dat ga ik even uitleggen waarom. En dit is je hart. En normaal gesproken heb je gewoon een normale, gezonde bloedsomloop. Cocaïne zorgt ervoor dat die vaten nu heel erg gaan vernauwen. En alcohol zorgt ervoor dat je hart sneller gaat pompen. Dus dat je hartslag omhoog gaat. Nu moet dat hart dus veel meer moeite doen om dezelfde hoeveelheid bloed hier door die vaten te krijgen. Omdat ze hier heel erg nauw zijn. Waardoor dat uiteindelijk een hele hoge belasting op je hart en op je lichaam is. En als je echt wel juist heel veel gaat drinken, dan krijg je juist het tegenovergestelde effect bij alcohol. Dan gaat juist je bloeddruk en je hartslag omlaag. Nou, dan weet je lichaam het helemaal niet meer, want dan krijg je allerlei soorten van verschillende signalen en dat is ook heel gevaarlijk. Net was ik echt heel dronken en nu voel ik gewoon echt die coke zo langzaam erbij komen, weet je wel, zo. En ik word toch wel iets scherper daardoor. Ja, en dat is dus eigenlijk ook gelijk het gevaar dat je dus denkt dat je scherper wordt. Maar het promillage alcohol is nog steeds gelijk. En daardoor ook echt niet deelnemen aan het verkeer, want dat is echt roekeloos en heel gevaarlijk. En ik zag net ook dat je hartslag net, kijk, wel echt omhoog gaat. En mijn temperatuur ook echt wel. En je temperatuur ook. Net als ik echt een dronken Bastiaan. Ja. Nu zou ik niet doorhebben dat jij wel toch flink wat biertjes hebt gedronken. Ja. Nou, het blijkt toch bij jou gewoon dat inderdaad door het nemen van cocaïne, dat je die alcohol echt een stuk minder voelt. Ja. En wat heel veel mensen dan in de club denken van, nou, ik ben echt een stuk minder dronken, dus ik ga gewoon weer doordrinken. Dat is echt rete gevaarlijk en kan leiden tot een alcoholvergiftiging, omdat je gewoon veel meer alcohol drinkt dan je lichaam in eerste instantie eigenlijk aan kan. De test weer. Nu combinatie alcohol met cocaïne. Ja. Hoe denk je dat je het nu gaat doen? Ja, ik durf dat niet te zeggen, want aan de ene kant ben ik scherp, maar ik ben wel een soort overmoedig dat ik denk, oké, kom maar met die vraag en ik ga dit nu fixen. Met alcohol boeit dit allemaal niet zoveel. Had je echt ook gewoon roekeloos ging je hier overheen. 25 keer, nuchter 12. Zo, maar ik moet wel eerlijk zeggen, doe even weg. Ja. Ik word nu wel echt zenuwachtig hierdoor, hè. Want ik voel wel een soort van prestatiedruk of zo. Dat ik denk van, ik moet gewoon goed presteren. Kijk maar. Oh ja. Wow, heftig wel. Ja. Oké, ja, let's go. Zo, wacht even. Oh. Zo, het trilt wel fucking erg, zie je het? Wow, wacht even voor zo. Ik voel echt zo'n zieke druk, jongen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Echt. Om te presteren. Ja, precies. Wow. Stel je doet dit als je ergens bent of in een club of bij mensen die je niet kent en je gaat zo overmoedig zijn dat mensen echt denken, yo, wat de fuck is er met deze gast aan de hand? Want je bent gewoon totaal een ander persoon. Totaal. Ja, weet je waar ik ook van schrik? Ergens had ik denk ik gehoopt dat die coördinatie ook allemaal vet slecht ging. En dat je dan zegt, ja zie je, weet je, bijvoorbeeld ook met autorijden of weet ik veel wat. Maar eigenlijk juist dat dit nu, zeg maar, zodat jij zo gefocust bent en dan hiervoor gaat, zegt juist hoe snel je overmoedig kan raken. Want je kan denken, ja ik kan dat toch? Maar ondertussen heb je wel alcohol gebruikt, heb je cocaïne gesnoven en mag je gewoon niet achter het stuur. Want er hoeft maar één ander risicootje te zijn of één, weet je, begrijp je, dat er onvoorspelbaar iets gebeurt. Weet je, en dan normaal gesproken, als je nuchter bent, kan je lichaam waarschijnlijk wel reageren. Precies. Door de combinatie van coke en alcohol maak je een nieuwe stof, aangenaamd coca-ethyleen. En coca-ethyleen is weer te vergelijken met cocaïne. Ja, en deze nieuwe stof die ontstaat, die is veel krachtiger, langduriger en gevaarlijker dan alleen cocaïne. En studies hebben zelfs bewezen dat coca-ethyleen zorgt voor 20 keer grotere kans op sterven dan alleen cocaïne. Omdat het zeg maar zo belastend is voor dat hart. En de stof coca-ethyleen kan leiden tot een acuut zuurstoftekort in de hartspier. En uiteindelijk tot hartritmestoornissen. En op lange termijn, als je het vaak gebruikt, kan het ook schade aan de lever en aan de nieren brengen. Nou, we gaan nu even laten zien wat voor nieuwe stof er gemaakt wordt door middel van een zelfbedacht proefje. Ik heb hier een likeurtje en dat staat even voor de alcohol die je drinkt. Nou, je bent gewoon lekker in de kroeg, lekker wat aan het drinken. Nou, op een gegeven moment ben je gewoon wel dronken. Nou, dan belt iemand de dealer, die bestelt coke. En die coke komt er dus bij in je lichaam. Oh. En dus die alcohol met die cocaïne, nou, die zorgt, en hier kan je het heel goed zien, voor echt een totaal andere stof. En nou is het natuurlijk niet dat dit er gebeurt, maar wel gewoon dat, zeg maar, twee middelen een hele nieuwe stof in je lichaam maken. Ziek. Ik heb echt het gevoel alsof ik met iemand met heel veel mood swings naast me zit. Ja, ik ben er nu wel een beetje klaar mee eigenlijk. Die coke is zo uitgewerkt en die alcohol gaat ook zo langzaam uitwerken. Ik ben dus wel een beetje moe. Mocht je nu in de kroeg staan, zou je dan denk ik wel een beetje coke bijnemen? Als ik in de kroeg sta, ja. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ik vind het wel chill dat het nu een soort van klaar is. Weet je wel? Ik heb het genoeg gehad. Net zat ik echt op een piek. Dan ga ik langzaam weer terug en dat vind ik wel best. Ik ben echt heel benieuwd hoe je morgen voelt. Kater schijnt echt best wel heftig te zijn. Je lichaam is uitgeput. Je kan je ook een beetje depressief voelen. Ik ben benieuwd. Succes. Ja. Het is nu 11:15. Ik ben een uurtje wakker. Ik heb even lekker gedoucht en zo. En ik voel me nu wel goed. En ik denk dat het komt dat gisteren, een beetje aan het einde van de video, ging de coke al uitwerken. Was het eigenlijk al uitgewerkt. Dus was ik alleen nog een beetje dronken. En toen ik thuis was, ging de alcohol uitwerken en toen kreeg ik wel een kater. Toen voelde ik me niet heel chill. Combineren is gewoon echt gevaarlijk. Want ik moet ook heel de tijd denken aan dat tekeningetje wat Nellie maakte. Het is gewoon echt niet goed voor je hart. Dus kijk gewoon echt heel goed uit. Nou, dit was Drugslab voor deze week. Ben je nou opnieuw naar een ander soort drug? Of heb je nog een goede vraag voor Drugslab Extra? Laat het even weten in de comments. En natuurlijk liken en abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Yo!